dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag zijn we hier. Oh, ja. Ik ga vandaag mijn eerlijke mening geven over TikToks. Ja, iedereen zit tegenwoordig op TikTok, want het is gewoon best wel leuk, moet ik zeggen. En ik dacht, ik ga gewoon door mijn TikTok feed scrollen en gewoon kijken wat ik zie, vind en bewonder. Want er is toch ook een hoop zooi op TikTok, dat is niet normaal. In ieder geval, abonneer op mijn kanaal. Ik had even een weekje werk. Ik had even gewoon een weekje vrijgenomen zelf. Laten we maar gaan kijken, de eerste TikTok. Ik zweer het je, ik open hem en ik krijg dit. POV, je bent bij Marco Borsato op je barbecue. Hey. Toet, toet, boing, boing, fappen is lekker. Al die Marco Borsato memes, ja, ik vind het wel fattoe, maar ik heb nog niet echt bewijs. Kijk, weet je wat het was? Toen met heel veel van die anderen, dan heb je gewoon bewijs en dan weet je, zo zit het in elkaar. En Marco Borsato heb ik nog geen bewijs, als in, als het zo is, dan geloof ik dat helemaal. En dan is het ook zo, alleen, ik vind het lastig om grappen te maken over dingen waar nog geen bewijs voor. Kijk, met Kai van der Reten was er ook veel bewijs. En met Bilal was niet veel bewijs, maar wel heel sterk bewijs. Can you spot a lesbian? Oké. Ja, lesbi. Alle vier. Wanneer je bij bussen altijd de helft van je kaartjes of je niet in de bus doet. Wat f***ing triest. Dit is echt triest. Marit, wat ben jij triest? Je volgt mij ook nog. Hoe kan je mij volgen en zo triest zijn? Ik vind het echt mooi als, dan, als die 16 missed calls, ja, waarschijnlijk kennen jullie elke trend even goed als dat ik die trends ken, want iedereen kent TikTok. Dat het dan, zeg maar, niet heel knap iemand is en is van 16 missed calls en dan van hoe ze er nu uitzien is het gewoon precies hetzelfde. Dat vind ik echt schitterend. Goeie trui, hè? Ja, leuk. Oh, dit is toch triest, jongen. Wat is dit? Je zit naar te kijken, jongen. Dit is zo verschrikkelijk. Oh, echt, ik kruip in één. Hou op hiermee. Hou hiermee op. Dit is het meest oostblok ik ooit gezien heb in mijn leven. Jezus. Nee! Wat een hemel, god, echt. Wait, what? Wait, is this real? Wait, hang on a minute. Street View May 2021. Is this real? Hang on, wait. Damn, what a chance is. Big Bob, what? Hang on a second. Wait a minute. Because I have been to this gym before. See, wait, hang on. That's not me. Hang on, change this to... What was it? May... Oh. Dat is wel geinig. Ik ben benieuwd of ik te zien ben op Google Maps. Als jullie dat op willen zoeken, graag. Ik loop dan constant over straat. Van Jens naar Jozef, van Sen naar Sami, van Pieter naar Mo. Heb je nog één keer? Rustum bully, slide with a body, man hold two from the woody. Young Ellens! Wow, man, dat zijn dinosaurussen, man. Deze ooit. Nu is voor de chinga, man, you get. Oh, van een dinosaurussen. Zieke dit. Wow, hey. Dit kan van niet echt zijn. Hi. Uber for Jack? Yes. Alright, cool. Going to Toyotathon? Yeah. Oh, okay, cool. So, just out of curiosity, have you ever heard of the hit game Among Us? Yes. I'm bored. Hij gaat toch niet die bumper trappen? Oh. You're in the bike lane. You're in the bike way. Ciao. Yeah. Fuck. Ik kan ook een deurnaal doen. En is die andere dan? Wat? Die chips. Sorry. Nee, lekker toch? Yes. Nou, vet man. Hij kan allemaal dingen nadoen. Wat gaaf. Als ik nu ook even voor iedere keer dat iemand mijn leeftijd niet geloofde. Nou ja, hoe oud is hij dan? Nou, hij gaat hier staan. Oh, ze is 17. Iemand zegt 12 of 21. Hey Corbin, I'm Sasha. I'm 22 and I can't wait to meet you. What the fuck? Stop it. Je moeder niet blij. Je hebt ook zo'n bijzondere wimpers. Hoe doe je die in de ochtend? Ja, gewoon, weet ik niet. Ja, het is magie. Nee, weet ik niet. Het is magie.
Erika is lekker bij de kapper. Nou, ik ben benieuwd wat er nu gaat komen hoor, mensen. 9 maanden, auw. Auw. Weet niet. 9 maanden geleden ook voor de laatste geweest, volgens mij. Oh, echt? Ik ben nog aardig snel bij jou. Ja, dat komt door mijn blonde haren. Jezus, een vies haar ook. Gadver. Mag ik nog een zakje chips voelen? Arden? Ja. Mag ik nog een zak chips voelen? Schitterend. Ho, ho, ho. Wij doen de smoel hier ook. Voor mensen die denken: hé, wat een leuke zonnebril. Multifunctioneel. Gewoon een duikbril houden. Yo! Ha. Dat was grappig. Ik wens iedereen een hele fijne kerst. Gast, en what the fuck. Misschien kom ik wel een cadeautje bij je brengen. Geniet ervan. Wat zie ik hier nou weer? Wat is dit voor onzin? Wat zou het risico zijn? Wat een leuke TikTok zeg, Brechtje. Echt leuk. Weet je wat een leuke TikTok is? 2, 3, 2. What the fuck? 1,3 miljoen views, mensen. Say Sue. Hey. In a deep voice. Okay, let's hear you do it first. Sue. That was good. Okay, my turn. Ready? Yeah. Okay. So... Hoe kan je dit niet kunnen? Holy shit, wat slecht. Waar ga je naartoe? Hoezo? Mag ik mee? Hoe moet jij? Maakt niet uit. Weg hier. Oh. Nou, ik ga hier naar de viswinkel, dus dat is niet ver. Ah, nee, dat schiet niet op. Die driver is ook echt een rare gast. 10:08 op een vrijdag en het is helemaal... Wat ga jij nou weer doen? 10:09 op vrijdag, ga werken of zo! Leuk. En die serieus klootzak? Ik neem jou inderdaad niet serieus. Nee, inderdaad. En weet je wat er gebeurt met mensen die mij niet serieus nemen? Mooie kak bij, hè? Ja, ik trap je hier door die tuin in. Ik pak je bij je snorbeet en ik trek je over die straattegels hiervoor. Is dat duidelijk of niet? Is het echt? Wat de f***? Heeft hij geen oor? Verleid met eten? Leuk. Deels, maar niet alleen met eten. Of wel? Nee, ook met je blik. Je blik. Ik kijk dit dus. Het is echt k***, maar ik blijf het wel kijken. Wat vind je van rapper Yo Silvio? Hij is hard. Hij is een goede rapper. En wat vind je de beste nummer van hem die het zover heeft uitgebracht? De nieuwe, Rijder door die. You're mad, I'm back. Big mad, he's mad. Yes, wat een eng filmpje. Mensen, ik heb genoeg TikTok gezien voor vandaag. Bedankt voor het kijken, vond je het leuk? Like, abonneer op mijn kanaal, de groeten, doei.